gefeliciteerd met deze prachtige nieuwe plek. Ja, meer ruimte schept meer mogelijkheden. Dus eigenlijk onze fysiotherapeutische diensten die zijn hetzelfde gebleven. Alleen hebben we veel meer ruimte en veel meer mogelijkheden, veel meer uitdagingen voor de mensen om goed aan hun gezondheid te werken. Want dat is eigenlijk wat bij ons centraal staat, dat we de waterlanders willen ondersteunen bij gezonder oud worden. En met corona toen kwam er echt bij ons, ontstond er een urgentie om toch meer ruimte te betrekken. En toen hebben we met de gemeente uiteindelijk zijn we gekomen tot een huurovereenkomst. En vandaag is dan de opening voor genodigden. Ja. En wie komen er allemaal? Nou, natuurlijk de mensen die ons geholpen hebben met de bouw. Daar zijn we heel blij dat die ons zo goed geholpen hebben zonder dat we onze praktijk hoefden te sluiten. Dus op een organische manier zijn we vanaf februari met elkaar aan de slag gegaan. En wanneer kunnen de waterlanders zelf hier een kijkje komen nemen? Die kunnen eind november en dat wordt ook nog in de krant aangekondigd. Dan is iedereen welkom om even een kijkje te nemen. En gewoon eens eventjes stijl achterover te slaan om te zien hoe het nu is en hoe het, zeker als je weet hoe het was. Oh, die heb je net gekregen? Ja, die heb ik net even gekregen. Oh, hij staat wel mooi denk ik in deze ruimte. En wat ga jij doen in deze ruimte? Wat ga ik doen? Ik ben al hartstikke druk bezig in deze ruimte. We zijn heel veel bezig met revalidatietrajecten. Nieuwe knieën, voorste kruisbandtrajecten. Maar ook veel groepen, COPD en Parkinson. Alles kan hier nu plaatsvinden. Super blij met deze extra ruimte. Echt, je kan je hart helemaal ophalen hier. Echt super. En over hart gesproken, ook las ik dat de hartpatiënten kunnen hier ook trainen. Zeker, hartrevalidatie ook aanwezig. Ja, het is bijna te veel om op te noemen wat je allemaal in zo'n zaal kan doen. En ongelooflijk eigenlijk hoe we al die jaren in zo'n krappe ruimte hebben kunnen werken. Zou je me even wat kunnen vertellen over dat, die baan? Dat is leuk, daar kun je vooral testjes op doen. Je kunt mensen laten springen, je kunt ze uitdagen om verder te springen als 1 meter of 2 meter of 3 meter. Je kunt ze laten rennen. Daar hadden we voorheen geen ruimte voor. En nu is dat super. En dan laat je gewoon lekker een beetje naar achteren toe vallen. En dan met je armen bijvoorbeeld wijd uit. En dan trek je jezelf weer naar voren toe. Hoppakee, en dan weer terug. Naar achteren toe, hoppakee. Vang je op en je trekt jezelf weer terug. Ik hoor van alle kanten dat jij echt de inrichting, de kleuren en zo allemaal bij elkaar hebt gekozen. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. En het uitgangspunt was wel de kleur die er al op zat van het plafond, hè, van de balken. Dat die zijn origineel zoals we het nu huren. En ik dacht, er moet iets bij wat een beetje van deze tijd is. Dus dat is een beetje die blauw-groene kleur geworden. Maar toen gingen we de rest van het pand ook herinrichten. En toen dacht ik, dat wil ik niet allemaal in diezelfde kleur. Daar moet iets. Ja, want jullie hebben gewoon meteen alles aangepakt. En daarom is het ook heel. Toen we dit gingen doen, toen moest eigenlijk de oude oeverzaal moest echt nieuwe vloer in. En dan ga je hem helemaal opknappen. En daar is ook een nieuwe behandelkamer in gekomen. En een toilet is erbij gekomen. Dus op dat moment moet je dat gaan herinrichten. En als je dat dan gedaan hebt, zeg je dan past de rest ook niet meer. Dus laten we het nu maar helemaal opknappen. Dus alle behandelkamers hebben een facelift gekregen in de zin van muren en vloer. En de kozijnen waren altijd al paars in de kamers en dat is nog steeds zo. Nou, prachtig nieuw centrum. En waarom is dit belangrijk voor Waterland? Preventie is natuurlijk ontzettend belangrijk dat mensen gezond blijven. Niet met allerlei mankementen komen te zitten voor het te laat is. En als ze dan toch iets hebben, dat ze hier kunnen revalideren. Dat de ruimte aanpalend is bij de fysiotherapie, waar ze al zijn. Maar ook, ik ben heel blij dat hij ook dat leefstijl-element meepakt. Want we zien natuurlijk de kosten voor de gezondheidszorg. En dat is dan mijn rol als wethouder, hè, van gezondheid en jeugd. En we zien natuurlijk die kosten enorm stijgen. En dan zullen we wat moeten doen in een vroeg stadium. En niet als het eigenlijk al te laat is. En los daarvan het feit dat het voor mensen ook veel plezieriger is, hè, om van tevoren te zorgen dat je gezond blijft. In plaats van het herstellen achteraf. Ik vind het ook een hele mooie kreet, zeg maar. Bewegen als medicijn. Ja, ik viel mij net ook al op. Ja, je wil natuurlijk zoveel mogelijk van de medicijnen af. En als je dat kunt oplossen met bewegen, dat zou prachtig zijn. Dus ja, ik denk dat het ook voor Waterland geldt. Ja. En dit is echt een aanwinst voor mensen in Waterland om hun gezondheid te borgen voor nu en in de toekomst.
Dus we hebben elkaar hard nodig en nogmaals een toast op ons allemaal. Heel goed. Ja.